Goedemiddag gemeente en gasten. Weet u en jou en ook degenen die nu of later met ons verbonden zijn, van harte welkom in deze dienst. Vanmiddag zal voorgaan onze eigen predikant, dominee Mulder. De schriftlezing is Psalm 19 in zijn geheel. En daarnaast lezen we artikel 2 uit de Nederlandse geloofsbelijdenis. Het thema van de preek is God leren kennen. Vanmiddag zal ook de heilige doop bediend worden aan twee kinderen van de gemeente. Na afloop van de dienst is er gelegenheid om de doopouders God zegen toe te wensen. Dit kan nadat de dienst door de kerkraad in de consistorie is afgesloten. De doopouders zullen zich dan hier voor de kansel gaan opstellen en de aanlooproute is vanuit het gangpad aan deze zijde. Vanmiddag is er in een dienst in de Pooster Sef van Appeldoorn gedoopt. Hij is de zoon van Bastiaan en Hanna van Appeldoorn Visser. Dan de collecte. Op deze diaconale zondag is de collecte in de dienst bestemd voor de herberg in Oosterbeek. Als diaconie ondersteunen wij financieel dit pastoraal diaconaal centrum. Zij bieden mensen die tot rust willen komen een tijdelijk huis en geestelijke begeleiding. Ook een aantal van onze gemeenteleden hebben hier in het recente verleden met zegen een periode mogen verblijven. Deze collecte bevelen we daarom ook van harte bij u aan. De bankcollecte is voor de vaste kosten van de kerk. Deze graag overmaken op het bankrekeningnummer van de kerk. We gaan nu twee psalmversen zingen die de kinderen in de afgelopen week op school hebben geleerd. Dat is opnieuw uit psalm 93 en nu de versen 1 en 3. En namens de kerkraad wensen we u en jou een gezegende dienst toe.
Verheft uw hart tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de drie enige God. In de naam van God de Vader, die zondaren verkiest. In de naam van God de Zoon, die zondaren verlost. In de naam van God de Heilige Geest, die zondaren vernieuwt. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God onze hemelse Vader, door Jezus Christus de Heere, in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Het gaat vanmiddag over God leren kennen. En dat doen we onder andere door goed te kijken in de schepping, in de natuur. Nou, Psalm 93 is een psalm die daar prachtig bij past. En ook Psalm 8 hoort daar mooi bij. Als we samen bezingen hoe groot de Heer is in wat Hij gemaakt heeft. Wij zingen Psalm 8, vers 1, 3 en 9. We mogen God bezingen als schepper. En dat doen we straks ook na de geloofsbelijdenis.
met Psalm 104, vers 1 en vers 17. En doen we de belijdenis van ons geloof, en dat wil ik vanmiddag, ook in het kader van waar het in de verkondiging over gaat, doen vanuit de Heidelbergse Catechismus, zondag 9. Waar het gaat over God de Vader en onze schepping. Eén vraag, één antwoord. Wat gelooft u als u zegt, ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van de hemel en aarde? Het antwoord, dat de eeuwige Vader van onze Heer Jezus Christus, die hemel en aarde met al wat erin is, uit niets geschapen heeft en deze ook door zijn eeuwige raad en voorzienigheid onderhoudt en regeert, om zijn Zoon Christus, mijn Vader en mijn God en mijn Vader is. Ik vertrouw daarom zo op Hem, dat ik niet twijfel of Hij zal zorgen voor al wat mijn lichaam en ziel nodig hebben, en ook al het kwaad dat Hij mij in het moeitevolle leven toedeelt, voor mij ten beste keren. Immers, Hij kan dit doen als een almachtig God, en wil dit ook doen als een getrouw Vader. Thank you.
Voordat we overgaan tot de bediening van de Heilige Doop, zullen we eerst in ons gebed tot God gaan. Zullen we samen bidden. Heere, machtige schepper van hemel en aarde, u die alles gemaakt hebt, u die precies weet hoe de schepping in elkaar zit, van de kleinste details tot de grootste dingen. We danken u, Heere, dat u het gemaakt hebt. En zo vormt u ook ons, Heere. Zo heeft u ons gevormd, zoals we hier zitten, zoals we op afstand verbonden zijn, of de moederschoot geweven. En dat staat toch vanmiddag ook wel in een bijzondere plek. Als twee kinderen van de gemeente hier in dit kerkgebouw gedoopt mogen worden, ze daarin iets mogen zien van uw scheppende hand, dat u leven hebt gegeven. Wat een wonder, Heere. Dank u wel dat we daarin iets mogen zien van hoe u dingen heeft gemaakt en bedoeld. Dank u wel dat we het mogen zien in het leven van die kinderen, in het leven van mensen en hoe ons lichaam functioneert. Ontzagwekkend wonderlijk gemaakt, Heere. Wat bijzonder. Als we kijken in de natuur, Heere, dan mogen we iets zien van uw glorie en majesteit. En hoe machtig u bent, hoe u de dingen hebt bedacht. Wat wonderlijk. We prijzen uw grote naam. Dat u ons daar iets van laat zien. Wat bent u dan groot? Wat bent u heerlijk? En helpt u ons in deze dienst om u wat beter te leren kennen. Zegen daarom uw woord. Het woord dat we zingen, dat we lezen, dat dat verkondigd wordt. Zegent u ook het sacrament, Heren. Als de doop straks bediend wordt, geef dat alles in goede orde mag verlopen. En geef we daarin mogen zien dat u een God bent die zich laat kennen. Die graag wil dat Jesse en Romee en hun ouders en we allemaal u leren kennen. Heere, geef dan in het bijzonder ook een gezegende dienst aan Jesse en zijn ouders, Ronald en Marleen. Dank u wel voor het leven wat u gaf, wat u spaarde. Dat ze nu vanmiddag hier in ons midden mogen zijn. Geef hen met hun familie en vrienden een rijk gezegende dienst. Grote God, we danken u ook voor het leven van Romee. Dat ze straks binnengebracht mag worden. Dat Dick en Janinka haar ten doop mogen houden. Dank u wel voor wat u daarin gegeven hebt en geeft. En geef hen zo met elkaar, in hun familie en vrienden. En ons als gemeente eromheen. Een goede dienst. Een dienst die tot feest leidt in de hemel. Want mensen u leren kennen en zich bekeren tot u. Grote God, wil u ook danken dat Zef Appeldoorn, dat hij al gedoopt is in de poster. Mooi dat dat plaats heeft kunnen vinden, Heren. En wilt u ook uw zegen verbinden aan dat gezin uit onze gemeente. Zegent u Bastiaan en Hanna. Heren, wij bidden u. Ook voor diegenen die een kindje mogen verwachten. Geef energie, geef levenskracht in de zwangerschap. Geef dat het leven goed mag groeien. Heer, en als we ouders mogen zijn, geeft u ons dan wijsheid in de opvoeding. Geeft dat ook het kennen van u belangrijk is voor ons. Heer, u weet dat dat soms best lastig is. Dat er ook zorgen kunnen zijn om het gezin. Wilt u dan nabij zijn? Energie geven aan vader, aan moeder. Wijsheid geven aan de kinderen. Geef dat ze goed mogen functioneren in deze wereld. Maar vooral ook dat ze u leren kennen. En met u leren leven. We bidden u, Heere, om uw zegen ook als de kinderzegen gemist wordt. Als een doopdienst misschien wel mooi is en goed, maar als er toch altijd een rouwrandje bij is, omdat we zelf niet gezegend zijn met de kinderzegen. We bidden u om uw nabijheid. We bidden u om uw troost als kindje gemist wordt. Als er grote zorgen zijn. Heer, u weet van lege plaatsen op dat punt. Wees daarin ook nabij. Ook als we misschien juist wel ouders missen of grootouders op een moment als dit. Grote God, u heeft alles gemaakt. Zou voor u dan iets te wonderlijk zijn? En zou u dan in uw wonderlijke goedheid voor ons allen willen zorgen en onze rijk gezegende dienst willen geven tot uw eer, tot de opbouw van uw kerk? Zo vragen wij om uw zegen met en voor elkaar. Geef dat we het teken van de doop mogen zien. En dat het ons mag herinneren aan wie u bent.
En dat u ons echt wil leren kennen. En als we u kennen, heren, geef dat het ter bemoediging is. Dat steun. Dat ervoor zorgt dat we mogen groeien in de genade en kennis van u, Heer Jezus Christus. En als we u nog niet kennen, heren, of we zijn vooral zoekende, wilt u onze ogen openen, ons verstand verlichten, opdat we u echt leren kennen. Machtige heren, werk zo met kracht in ons midden. We bidden u om de uitbreiding van uw koninkrijk, in onze gemeente, in andere kerken, hier in Veenendaal. We denken in het bijzonder ook aan de poster. Heren, werkt u in de harten van mensen, dat ze u leren kennen en niet hoeven te schrikken als ze eenmaal voor u verschijnen. Dat vragen we u voor mensen in Veenendaal, hier omgeving, voor heel Nederland, heren. Eigenlijk voor deze hele wereld. Heer, u zult eenmaal komen op de wolken. Dan zullen we u zien. Geef dan dat niemand van ons hoeft te schrikken. Niemand van ons weg hoeft te duiken. Maar dat we u mogen zien, van aangezicht tot aangezicht. De grote schepper van hemel en aarde. Met vreugde u dienen. Heren, we belijden vanmiddag ook onze schuld. Want u bent de schepper, maar wij hebben toch ook als rentmeesters een taak. Heren, daar zijn we slecht in. Vergeef het ons als we te veel gebruik maken van dingen. Als dingen niet eerlijk verdeeld zijn. Als het gevolgen heeft voor de wereld. En voor mensen die het toch al zo arm hebben. Machtige God, wilt u het ons vergeven. Ons helpen om te bekeren. Geef dat voedsel eerlijk verdeeld wordt. En geef dat daar waar honger en zorgen zijn. Veel zwaarder dan hier. Dat er uitkomst komt. Verandering. Verbreek werken van de boze. Verbreek alstublieft ook het werk van dictators die mensen onderdrukken. Grote God, u bent de schepper van hemel en aarde. U weet dat op deze aarde nodig is. Ontferm u dan over ons. En werk met uw geest in ons midden vanmiddag. Opdat het in sacrament, in woord, in geven van de gaven, in het zingen, alle aspecten een dienst is. Die mag leiden tot verwondering, tot de verheerlijking van uw naam. Om Jezus wil. Amen. Zullen we samen het eerste deel van het formulier lezen? Leest u met mij mee. De hoofdsom van de leer van de heilige doop omvat de volgende drie delen. In de eerste plaats zijn wij met onze kinderen in zonde ontvangen en geboren. Daarom zijn wij mensen op wie de toorn van God rust, zodat wij in zijn rijk niet kunnen komen, tenzij wij opnieuw geboren worden. Dat leert ons de ondergang in en de besprenkeling met het water. Daardoor wordt ons de onreinheid van onze ziel aangewezen. Zo worden wij opgeroepen om een afkeer van onze zonde te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reiniging en zaligheid buiten onszelf te zoeken. In de tweede plaats betuigt en verzegelt ons de heilige doop de afwassing van de zonden door Jezus Christus. Daarom worden wij gedoopt in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Als wij gedoopt worden in de naam van de Vader, betuigt en verzegelt ons God de Vader dat Hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht en ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt. Daarom wil Hij ons met al het goede verzorgen, al het kwade van ons weren, of het kwade voor ons doen meewerken ten goede. Als wij gedoopt worden in de naam van de Zoon, verzegelt ons de Zoon dat Hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden en ons in de gemeenschap van zijn dood en opstanding inlijft. Zo worden wij van al onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend. Als wij gedoopt worden in de naam van de Heilige Geest, verzekert ons de Heilige Geest door het heilig sacrament dat Hij in ons wonen en ons tot leden van Christus heiligen wil. Zo wil Hij ons schenken wat wij in Christus hebben, namelijk de afwassing van onze zonden en de dagelijkse vernieuwing van ons leven, totdat wij uiteindelijk in de gemeente van de uitverkorenen in het eeuwige leven geheel rein een plaats zullen ontvangen. In de derde plaats, omdat elk verbond twee kanten in zich heeft, worden wij door God door middel van de doop opgeroepen en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid. Dit betekent dat wij innig verbonden zijn met deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Hem vertrouwen en liefhebben met heel ons hart, met heel onze ziel, in heel ons denken en met al onze krachten. Verder, dat wij ons van de wereld afkeren,
onze oude natuur doden en in een nieuw Godvrezend leven wandelen. En wanneer wij soms uit zwakheid in zonde vallen, moeten wij aan Gods genade niet twijfelen en ook niet in de zonde blijven liggen. De doop is immers een zegel en ontwijfelbaar getuigenis dat wij een eeuwig verbond der genade met God hebben. Hoewel onze kleine kinderen dit alles niet begrijpen, mogen we hen toch niet van de doop uitsluiten. Want zonder dat zij het weten, hebben zij ook deel aan de verdoemenis in Adam. En zo worden zij ook zonder het te weten in Christus weer tot genade aangenomen. Immers, wat God zegt tot Abraham, de vader van alle gelovigen, geldt ook voor ons en onze kinderen. Ik zal mijn verbond maken tussen mij, u en uw nageslacht na u, al hun generaties door, tot een eeuwig verbond om voor u tot een God te zijn en voor uw nageslacht na u. Hetzelfde verklaart Petrus met deze woorden. Want voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor allen die veraf zijn, zoveel als de Heere onze God ertoe roepen zal. Daarom heeft God vroeger bevolen de kinderen te besnijden. Deze besnijdenis was een zegel van het verbond en van de gerechtigheid van het geloof. Zo heeft ook Christus de kinderen omhelst, de handen opgelegd en gezegend. Omdat onder het nieuwe verbond de doop in plaats van de besnijdenis gekomen is, behoort men de kleine kinderen als erfgenamen van het Rijk van God en van zijn verbond te dopen. De ouders hebben de plicht hun kinderen bij het opgroeien hierin uitvoeriger te onderwijzen. Zingen we nu eerst Psalm 105, vers 3. En onder het zingen van deze psalm zullen de dopelingen worden binnengebracht. Opdat wij deze heilige instelling van God tot zijn eer, tot onze troost en tot opbouw van de gemeente mogen bedienen, laten wij zijn heilige naam aanroepen. Almachtige en eeuwige God, u hebt naar uw streng oordeel de ongelovige wereld die geen berouw toonde met de zondvloed gestraft. Maar u hebt de gelovige Noach met zijn achten in uw grote barmhartigheid behouden en bewaard. U hebt de verharde farao met heel zijn volk in de Rode Zee verdronken. Maar uw volk Israël daar droogvoets doorheen geleid, waardoor de doop wordt aangeduid. Wij bidden u, pleitend op uw grondeloze barmhartigheid, dat u deze kinderen in genade wilt aanzien en door uw Heilige Geest in uw Zoon, Jezus Christus, wilt inlijven, opdat zij met hem in zijn dood begraven worden en met hem mogen opstaan in een nieuw leven, hun kruis in de dagelijkse navolging van Christus blijmoedig mogen dragen en hem toegewijd zijn met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde, opdat zij dit leven, dat toch niet anders is dan een voortdurend sterven, door uw genade getroost mogen verlaten, en dat zij op de jongste dag voor de rechterstoel van Christus, uw Zoon, onbevreesd mogen verschijnen. En vraag u dat door hem, onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u en de Heilige Geest een enig God
leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Wil ik jullie vragen om van jullie zitplaatsen op te staan. Geliefden in de Heere Christus. U hebt gehoord dat de doop een instelling van God is om aan ons en ons nageslacht zijn verbond te verzegelen. Daarom moeten wij de doop met dat doel en niet uit gewoonte of bijgeloof gebruiken. Omdat het dan openlijk bekend wordt dat u zo gezind bent, zult u van uw kant op de volgende vragen oprecht antwoorden. Ten eerste, belijdt u dat onze kinderen, hoewel ze in zonde ontvangen en geboren zijn, en daarom aan allerlei ellende, zelfs aan de verdoemenis onderworpen zijn, toch in Christus geheiligd zijn, en daarom als leden van zijn gemeente behoren gedoopt te zijn? Ten tweede, belijdt u dat de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen van het christelijk geloof vervat is, en de christelijke kerk al hier geleerd wordt, de ware en volkomen leer van de zaligheid is? Ten derde, belooft u en neemt u voor uw rekening deze kinderen, van wie u de vader en moeder bent, bij het opgroeien in deze leer naar uw vermogen te onderwijzen en te laten onderwijzen? Wat is daarop jullie antwoord, vader en moeder Utijn? Wat is daarop jullie antwoord, vader en moeder Jansen? Beste Ronald en Marleen, Dick en Janinka, je zou kunnen zeggen dat jullie elkaar op een gegeven moment hebben leren kennen. Ik zal niet vertellen, de gemeente is erbij, hoe jullie dat tegen mij verteld hebben, hoe lang dat geleden is en hoe dat ging. Maar jullie hebben elkaar leren kennen. Op een gegeven moment wist je van het bestaan van elkaar af. Je ging bij elkaars familie op bezoek en je leerde elkaar steeds meer kennen. En nu leer je elkaar zelfs kennen als vader en als moeder. Een nieuwe fase. Je vrouw blijkt in één keer een moeder te zijn en je man een vader. En zo leer je elkaar meer en meer kennen. We zijn vanmiddag hier omdat er iemand is. Die iemand met een hoofdletter. God is die zegt, ik heb een verlangen voor jullie, jullie kinderen, dat ze mij leren kennen. Het is God, de schepper van hemel en aarde, die God die alles gemaakt heeft en ook jullie kindje heeft gevormd in de moederschoot. Die zegt, ik wil heel graag dat die kinderen die ik jullie in bruikleen geef, die mij leren kennen. Jullie ja-woord is eigenlijk ook een belofte. Van dat willen wij. Er kunnen heel veel dingen zijn die Jesse en Romee nodig hebben. Praktische dingen. Dingen die leuk zijn en die je minder leuk vindt. Maar het mooiste is toch als ze God leren kennen. En jullie ja-woord, dat mag je doen in het midden van de gemeente met veel familie om je heen. Weet dan ook dat je mag rekenen dat wij voor jullie zullen bidden. Dat wij er ook naar staan. Dat jullie kinderen God zullen leren kennen. En ook echt leren kennen. En wat dat precies inhoudt, daar hoop ik in de preek meer over te zeggen. Maar God zegen gewenst voor nu. Laten we samen zingen uit Psalm 139, het zevende vers. En na de doopsbediening zingen we zo mogelijk staande Psalm 105, vers 5.
Jesse, Paulus, Samuel, Butijn, ik doop u in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Voor jou de tekst uit Psalm 19, vers 10. De vreze des Heren is rein. Ze houdt voor eeuwig stand. De bepalingen van de Heren zijn waarachtig. Romee Lena Maria Jansen, ik doop u in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. En voor jou de tekst uit Psalm 19, vers 15. Laat de woorden van mijn mond en de overdenking van mijn hart welgevallig zijn voor uw aangezicht, Heere, mijn rots en mijn verlosser. Zullen we samen danken en bidden. Almachtige en barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat u ons en onze kinderen door het bloed van uw geliefde Zoon, Jezus Christus, al onze zonden vergeven hebt. En dat u ons door uw Heilige Geest tot leden van uw enig geboren Zoon en zo tot uw kinderen hebt aangenomen en ons dit met de Heilige Doop verzegeld en bekrachtigd. We bidden u ook door hem, uw geliefde Zoon, dat u deze gedoopte kinderen door uw Heilige Geest altijd wilt regeren, dat zij christelijk en godvrezend opgevoed worden en meer groeien in de Heer Jezus Christus. Geef dat ze zo uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid, die u hen en ons allen hebt bewezen, zullen belijden en alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hogepriester, Jezus Christus, leven en moedig tegen de zonde, de duivel en heel zijn rijk strijden en mogen overwinnen. Dan zullen zij u en uw Zoon Jezus Christus en de Heilige Geest, de enige waarachtige God, eeuwig loven en prijzen. Amen. Ter inleiding op de schriftlezing zingen we nu Psalm 19, vers 1.
Ik heb opnieuw een plaatje meegenomen. Alvast ter inleiding op de schriftlezing. En misschien zijn er wel jongens en meisjes die dit schilderij wel eens gezien hebben. Het schilderij en het meisje met de ballon. En er gebeurde iets bijzonders mee. In 2018 werd het verkocht. Mensen wilden er heel veel geld voor geven. Meer dan 1 miljoen euro. En met dat de verkoper, met dat de handelaar dus de hamer sloeg, verkocht. Toen gebeurde er iets heel aparts. Dat zie je op het volgende plaatje. Want in de onderste lijst zat een papierversnipperaar. Of in ieder geval een papierverscheurder. En met dat het schilderij verkocht werd, scheurde het schilderij in stukken. Het was de bedoeling dat het helemaal naar beneden zou gaan. Helemaal zou verscheuren. Maar ja, op de helft stopte het. Dat is opmerkelijk. Het is over de wereld heen gegaan. Het is wereldnieuws geweest. Maar het gaat mij vanmiddag niet zozeer om dit schilderij. Maar vooral het aparte van de maker. Want wie heeft het schilderij eigenlijk gemaakt? Het is wereldberoemd. En ja, ze noemen hem vaak Banksy. Zo maakt hij zich bekend. Maar wie is het eigenlijk? Wie maakt dit schilderij en al die andere schilderijen? Heel apart. Dus aan de hand van dat schilderij weet je, die Banksy bestaat. Maar je weet niet wie het is. Misschien komen we er ooit achter. Nou weet je, vanmiddag gaat het ook over dat je God kunt leren kennen. En je kunt bijvoorbeeld kijken naar je lichaam, hoe mooi het gemaakt is. We zagen die twee kleine kindjes. Je kijkt om je heen, de natuur, hoe prachtig bomen zijn, machtige bergen, de zon, de donder. En eigenlijk is dat zelfs bij het schilderij, dat je zegt, er is een maker. Er moet iemand zijn die dit gemaakt heeft. Kijk, en Banksy die zegt, ik wil dat niemand mij kent. Maar God die zegt, je kunt mij in de natuur zien, dan weet je dat ik er ben. Maar wil je mij nou echt leren kennen? Dan geef ik een boek. Geef ik de Bijbel. En daarom gaan we er ook vanmiddag weer uit lezen. Dus de natuur, die laat zien, God is er. En de Bijbel vertelt ons wie God nou precies is. Dat is de kern waar het vanmiddag over gaat. En daarom lezen we met elkaar het psalm 19, de psalm waar we net al van zongen. En vervolgens ook uit de Nederlandse geloofsbelijdenis. Zoals u weet is dominee Van der Ree vorige week een serie begonnen. Samen met mij en ik hoop nu de tweede preek daarover te houden. Artikel 2 lezen we. En dan vervolgens zingen we uit psalm 19 het vierde vers. Zongen we net met vers 1 over het ruime hemel rond. Hoe machtig God als schepper is. Zingen we in vers 4 over Gods wet, Gods woord. Waardoor we hem nog veel beter leren kennen. Psalm 19 als eerste, lezen we. Een psalm van David voor de koorleider. De hemel vertelt Gods eer. Het gewelf verkondigt het werk van zijn handen. De ene dag spreekt overvloedig tot de andere. De ene nacht geeft kennis door aan de andere. Geen spreken is er. Geen woorden zijn er. Hun stem wordt niet gehoord. Hun richtlijn gaat uit over heel de aarde. Hun boodschap tot aan het einde van de wereld. Hij heeft daar een tent opgezet voor de zon. En die is als een bruidegom die zijn slaapkamer uitgaat. Hij is vrolijk als een held om snel het pad te lopen. Aan het ene einde van de hemel is zijn opgang. Zijn omloop is tot het andere einde. Niets is verborgen voor zijn zonnegloed. De wet van de Heere is volmaakt. Zij bekeert de ziel. De getuigenis van de Heere is betrouwbaar. Zij geeft de eenvoudige wijsheid. De bevelen van de Heere zijn recht. Zij verblijden het hart. Het gebod van de Heere is zuiver. Het verlicht de ogen. De vreze des Heeren is rein. Ze houdt voor eeuwig stand. De bepalingen van de Heere zijn waarachtig. Met elkaar zijn zij rechtvaardig. Zij zijn begeerenswaardiger dan goud. Ja, dan veel zuiver goud. En zoeter dan honing. En honingzeem uit de raad. Ook wordt uw dienaar daardoor gewaarschuwd. In het houden ervan ligt groot loon. Wie zou al zijn afdwalingen opmerken? Reinig mij van verborgen afdwalingen. Weerhoud uw dienaar ook van hoogmoed. Laat die over mij niet heersen. Dan zal ik oprecht zijn en vrij van grote overtreding. Laat de woorden van mijn mond en de overdenking van mijn hart welgevallig zijn voor uw aangezicht. Heere, mijn rots en mijn verlosser.
Zover Psalm 19. Artikel 2 van de Nederlandse geloofsbelijdenis luidt als volgt. Hoe God door ons gekend wordt. Wij kennen hem op tweeërlei wijze. Ten eerste door de schepping, instandhouding en regering van de hele gehele wereld. Aangezien deze voor onze ogen is als een prachtig boek, waarin alle schepselen groot en klein de letters zijn, die ons te aanschouwen geven wat van hem niet gezien kan worden, namelijk zijn eeuwige kracht en goddelijkheid. Zoals de apostel Paulus zegt in Romeinen 1 vers 20, al deze dingen zijn voldoende om de mensen te overtuigen en hun alle verontschuldiging te ontnemen. Ten tweede geeft hij zichzelf nog duidelijker en volkomener aan ons te kennen door zijn heilig en goddelijk woord, voor zover dit voor ons in dit leven nodig is, tot zijn eer en tot heil van de zijnen. Tot zover. Na de verkondiging zingen we het lied 456 uit de bundel Weerklank, alle drie de coupletten. O Heer mijn God, wanneer ik in verwondering de wereld zie die u hebt voortgebracht, het sterrenlicht, het rollen van de donder, heel dit heelal dat vol is van uw kracht, dan zingt mijn ziel tot u, o Heer mijn God, hoe groot zijt gij. Dat lied na het amen op de verkondiging. Het thema voor de preek is God leren kennen. God leren kennen. En als structuur die twee punten. De schepping vertelt dat God er is. De schrift verkondigt wie God is. Dat zie je ook in artikel 2 terugkomen. We kennen hem op tweeërlei wijze. Ten eerste door de schepping,
instandhouding en regering van de gehele wereld. En ten tweede geeft hij zichzelf nog duidelijker en volkomender aan ons te kennen door zijn heilig en goddelijk woord. Gemeente van Christus, u die hier aanwezig bent als gemeenteleden, doopouders natuurlijk, gasten, u die op afstand verbonden bent. Ja, dat was wereldnieuws in 2018. Toen dat schilderij verkocht werd voor zoveel geld, 1,2 miljoen euro. En toen het verkocht werd, in één keer scheurde dat. Ging dat papier naar beneden en kwam het er in stukjes uit. Wonderlijk. Ja, de koper wilde het alsnog wel hebben. En een paar jaar later is het verkocht met een andere naam, Love is in the Bin, voor wel 19 miljoen euro. Ook dat ging de wereld over. En dan heb je het over maar één werk van Banksy. Misschien kent u er ook nog wel een paar. In Palestina hangt ook een bekende van hem. Een rebel. In alles lijkt het iemand die op kwaad belust is. Die iets in zijn handen heeft en iets wil gooien met een bivakmuts op. En wat heeft hij in zijn handen om te gooien? Een bos bloemen. Apart. Of dat jongetje dat Engelse vlaggen zit te maken, te naaien. Of misschien heeft u dat plaatje wel eens gezien van het napalmmeisje. Heftige situatie. Met aan de ene kant Mickey Mouse en aan de andere kant McDonald's. Banksy, als je die werken van hem ziet, dan besef je, hij bestaat. En je ziet in zijn werken iets van wat hij kan, iets van zijn mogelijkheden. En als je zijn werken goed bekijkt, dan merk je, hij heeft een boodschap. Hij wil je laten nadenken. Je kunt bepaalde dingen wel gewoon vinden in het leven, maar waarom vind je dat zo gewoon? Is dit wel zo gewoon? Moeten de dingen niet anders? Hij wil je aan het denken zetten. Om het werk van Banksy te zien, kun je op internet zoeken. Je kunt ook naar een museum gaan waar wat hangt. Verschillende mogelijkheden. Maar om het werk van de maker te zien, God de schepper, ja, daar hoef je niet zo ver. Als je goed om je heen kijkt, dan zie je, God is er. Prachtige werken van hem zie je. En je ziet in de schepping iets van wat hij kan, van zijn mogelijkheden. En als je goed kijkt, ja, dan heeft hij ook een boodschap. Dan wil de schepping ons iets laten doen. Nadenken. Waarom ben ik hier eigenlijk? Ben ik hier zomaar in dit unieke systeem? Wat doe ik hier op aarde? Is er misschien een maker van mij? En heeft die misschien ook iets van mij te verwachten? Wil die iets van mij? Het wil je aan het denken zetten. Ja, het Nederlandse geloofsbelijdenis en David, de dichter van Psalm 19, die willen dat we samen gaan kijken naar de schilderijen van de grote maker. Ja, en we zagen net bij de doop al twee prachtige werken van zijn hand, toch? Jesse, Romee, zag je die lijfjes? Die handjes? Je hoorde het huilen, toch? Wonderlijk was dat, hè? Begon microscopisch klein. Het groeide in de moederschoot, het ontwikkelde, het werd geboren en toen begon in één keer de ademhaling. Ging goed. Wonderlijk. En de spijsvertering kwam op gang. Zo'n klein wezentje. Elk orgaan, een kunstwerk. Als je met een microscoop eens zou kijken naar die oogjes en alleen het netvlies zou onderzoeken. Hoeveel cellen zitten erin? En hoe bestaat het dat dan netvlies met de rest van het oog die signaaltjes doorgeeft aan de hersenen? Ja, hoeveel signaaltjes moeten de hersenen per seconde, per minuut wel niet kunnen verwerken en ook weer andere dingen aansturen? Elk DNA is uniek. Elke vingerafdruk is uniek. Elk gezicht is uniek. Wonderlijk. En als jullie dan over een tijdje, of misschien heb je het al gedaan, met de kinderwagen door Veenendaal of Elst gaat, en dan is het komende week nog warm, maar daarna zal de herfst toch al meer komen, zie je die bladeren verkleuren. Schitterend, toch? Dan zie je het nieuwe seizoen. Dat komt omdat God de aarde iets op zijn kant gezet heeft, dat het iets schuin draait op zijn as. Wij ademen, hè? Maar vindt u die samenstelling van zuurstof en andere bestanddelen niet wonderlijk? En de hoeveelheid grond en water, vaste land en water op deze wereldbol. De dampkring. Uniek, toch?
En als je dan omhoog zou kijken, ja, dan doen we dat in een tijd van lichtvervuiling. Ik zou het doen in een tijd van Guido de Bredde, Nederlandse geloofsbelijdenis, of zeker van David, die bij zijn schapen was, had hij misschien een vuurtje, maar verder eigenlijk geen lichtvervuiling. Als je dan omhoog kijkt, je ziet al die sterren. De Melkweg en dan nog zoveel andere sterrenstelsels. Dat is toch bijzonder. De afstand van de zon tot de maan. Zoveel miljoen kilometer, 150 miljoen. Dichterbij, wie had er kunnen leven? Verder weg. Had ook niet gelukt. En dan ook het unieke, dat, ja, dat de aarde dus om de zon draait. Iets op zijn kant. Maar dat het dan ook precies gaat in 365 dagen. En nog een beetje. Wonderlijk toch? Stel je voor dat het 30 keer was. Of misschien wel 3000 keer. God heeft het wonderlijk gemaakt. Ja, als we daarnaar kijken, naar de zon, het heelal, hoe groot is dan deze aarde? Een klein knikkertje? Een minuscuul dopetje? Een zandkorreltje of zo? En hoe groot ben ik dan op die aarde? De Nederlandse geloofsbelijdenis zegt, met dat je naar de natuur kijkt, met dat je de schepping bekijkt, besef dan dat je in een boek zit te lezen. Je leest het boek van een schrijver. Het is in onze ogen, zegt de schrijver, als een prachtig boek. Ja, David, die had het al gezegd, hè? In Psalm 19. De hemel, die vertelt iets. Gods eer. Het hemelgewelf verkondigt het werk van zijn handen. Kijk omhoog. Kijk hoe het in elkaar zit. Als hij dat gemaakt heeft. En dat. Ja. Hoe knap moet een maker dan wel niet zijn? Of is er hier iemand die zegt, nee, dat is allemaal toeval. Heb je het geloof dat dat toeval is? Dan ben je misschien wel geloviger dan iemand die in de schepping gelooft. David die zegt, je moet ook luisteren. Want de ene dag spreekt overvloedig tot de andere. De ene dag geeft kennis door aan de andere. Het is als een fontein die spuit, als een bron die opwelt. Beseffen we dat nog? Beseffen we elke keer als we de zon zien opkomen, dat God ons iets vertelt? Heeft u die maan gezien pas geleden van de week? Zo groot. God vertelde u iets. Had je het door? Als u kijkt naar die boom daar, God zegt u iets. God vertelt ons iets in de schepping. Iets van zijn heerlijkheid, majesteit, zijn glorie, zodat je even onder de indruk raakt en beseft, wat een macht, wat een heerlijkheid. Mijn God heeft dat gemaakt. En dat je zegt, hoe groot zijt gij. Ja, wat heb je hier dan aan voor in dagelijks leven, zegt iemand. Want ja, ik moet morgen gewoon naar mijn werk, moet naar mijn studie, moet gewoon aan de slag. Nou, je kunt niet meer zeggen dat God niet bestaat. In Romeinen 1, de tekst die ook aangehaald is in dit artikel, zegt Paulus, als je dit gezien hebt, al deze dingen zijn voldoende om de mensen te overtuigen en hun alle verontschuldiging te ontnemen. Er is zoveel te zien van Gods hand, dat je eigenlijk niet meer kan zeggen, ja, Heere God, ik kon ook niet weten dat u bestond. Stel dat je hier zit, ja, ik heb niet zoveel met het geloof, maar dat kan. Ja, stel je ervoor dat je dan voor God verschijnt. Dan kun je niet meer zeggen van ja, dat was zomaar toevallig wat we zagen in die boom. En het heelal. Nee, volgens de Bijbel is dat voldoende om je aan het denken te zetten. Je kan niet tegen hem zeggen, ja, ik kon het ook niet weten. Ja, zegt hij, jawel. Heb je niet om je heen gekeken in de natuur? God geeft ons dit natuurboek om het te bekijken, maar vooral om het te lezen. Kijk, wij allemaal bekijken dat natuurboek. Je kunt het boek bekijken. Oh, dat is een aardig boek, ja. Ja, dat is wel mooi. De voorkant, achterkant, nog eens even de kaft. Je bekijkt het boek en... Maar God geeft het boek zodat je het gaat lezen. Zodat je erachter komt, wat wil God er nou mee zeggen? Welke boodschap heeft hij er nou voor mij? Zodat je iets van Gods majesteit ook daadwerkelijk erin gaat zien. Ja, wat doen we met dat boek? Als God ons dat boek geeft. Een gratis boek.
Ik wil hem je ogen open te doen, je oren open te doen. Je ziet het boek. Stel je voor, jongens en meisjes, jongelui, dat je een opa hebt en die heeft een mooi boek. En die zegt, kijk eens jongen, kijk eens meisje, voor jou. Een boek waarvan ik denk, dat is mooi om te lezen, alsjeblieft. En na een week of twee vraagt hij aan je, en heb je het gelezen? Nee, nog geen tijd gehad, opa. En een paar maanden later, en heb je mijn boek al gelezen? Geen tijd gehad. Ik heb het helemaal even bekeken, even de achterkant. Als God ons vanmiddag aankijkt en hij vraagt, heb je mijn boek al gelezen? Ja, bekeken, dat snap ik. Heb je mijn boek gelezen? Het boek wat ik je geef. Ik geef je dit natuurboek om er naar te kijken. En of je nou analfabeet bent, misschien wel heel erg dyslectisch, helemaal niet van lezen houdt, dit boek mag je lezen, zodat je hem gaat kennen. Zodat je beseft wie God is. Zodat je er troost uit gaat putten. Troost? Ja, echt. Troost. Troost uit Gods scheppingsboek. Want ja, misschien zit je hier. Jullie zitten hier natuurlijk als doopouders en dankbaar en hopelijk gezond. Mooie dingen voor de boeg, plannen. Maar ja, er kan een moment komen dat je je zorgen maakt. Als moeder, vader. Bepaalde situaties. Misschien zitten hier mensen die zich op dit moment zorgen maken over hun gezondheid. Die moeite hebben met iets wat er gebeurt in de wereld, in hun leven. Denk, hoe moet dat nou? Dan heeft dit boek voor u troost. Want dan mag je gewoon even kijken naar het kleine leven, kleine Jesse en Romee. Mag je kijken hoe je hand beweegt, hoe God dat gemaakt heeft. Dan ga je gewoon eens inzoomen op die boom. Kijk je naar de sterren. En dan besef je eventjes, mijn God heeft dat gemaakt. Het complete universum is in zijn hand. Tot in het kleinste detail maakt hij leven. Zou voor hem iets te wonderlijk zijn? Ja, dan maak ik me zorgen over beginnende dementie. Maak ik me zorgen over hoe het gaat met mijn kinderen. En dan zegt God, kijk eens, lees mijn boek. Zie hoe machtig ik ben. Blijf op mij vertrouwen. Blijf mij alsjeblieft zoeken. Echt, want ik laat mij vinden. Misschien zegt iemand, ja, hoe doe je dat dan? Nou, ik denk dat het belangrijk is voor de doopouders en voor ons als ouders dat wij daarin de weg wijzen. Dat je bijvoorbeeld tegen Jesse en Romee zegt, God die alles maakte, de lucht en het zonlicht blij, de hemel, zee en aarde, ja, die zorgt ook voor mij. En dan gebeurt er misschien iets moeilijks. Romee maakt zich zorgen. Vindt het lastig om naar school te gaan. Dan zeg je tegen de God die het gras gemaakt heeft. De bloemen in de wei. De bomen, vruchten, vogels. Die zorgt ook voor mij. Zorgt ook voor jou. Of God die alles maakte. De maan, de sterrenrij. Als duistere wolken komen. Ja, als het echt donker wordt en moeilijk. Zorgt ook voor mij. Maar stel, over een jaar of 12. Catechisatie. Jesse en Romee hebben net catechisatie gehad. En ze praten met z'n tweeën nog even wat na. En ja, we gaan twee keer per zondag naar de kerk. We gaan naar de club, we gaan naar catechisatie. En op school horen we over God, maar ik weet het niet, Jesse. Ja, ik geloof best dat als ik dit allemaal zie, dat er een ontwerper moet zijn, dat God bestaat. Maar ja, is het nou echt de God van de Bijbel? Want als God nou zo machtig is, ik bedoel, van de 10 kleine vogeltjes die geboren worden, sterven de 9 op een gruwelijke manier. Opgegeten, ziek, achtergelaten. Die natuur is geweldig. Ja, prachtig als je zo'n cheetah ziet rennen. Maar hij rent wel achter een gazelle aan en die gaat dood. Ja, die soortgenoten die doden elkaar. Moederspin, vrouwtjespin, dood het mannetje na de paring. En die sneeuw, prachtig. Maar wat een geweld kan een lawine veroorzaken en doden. Hagelstenen, ze kunnen bij het Gardameer vallen. Overstromingen in Slovenië. Ga zo maar door. Je kunt ook kleiner kijken. Ziekte. Die pijn in je lijf. Ja, God is de schepper, hij heeft het gemaakt. Maar waarom heeft hij dat stuk in mijn lichaam niet wat beter gemaakt? En toen wij
tweede kerstdag 2004, zongen over het kerstkind dat kwam. God die geeft dat. Ja, toen kwam er een tsunami die meer dan 100.000 mensen het leven kostte. Ja, Romee, ik geloof best dat er een maker is, maar een slechte. Eentje die niet volmaakt is. En als dominee kom ik natuurlijk dan even bij ze zitten, als die kattengezanten er zitten. En zegt, ja, je hebt gelijk. Het is niet volmaakt. Er is ontzettend veel ellende. En er is inderdaad veel misgegaan. Het is zoals een keer thuis gebeurde met een prachtig boek. De kinderbijbel lag open. Maar er was in de buurt ook een pen. En een van de kinderen dacht, oh wacht, dat is leuk. En zo kwamen er allemaal krassen en strepen in dat mooie boek. En ja, ik kan het nog wel een beetje lezen, maar het is bekrast. Ja, het is niet goed meer. En als je er goed naar kijkt, dan besef je ook, ja, mijn zicht erop is misschien ook niet zo best. Zonder bril kan ik niet zo goed zien. Nou, in het geloof is het ook zo. Je hebt een bril nodig om het goed te zien. Dus ja, we hebben een dubbel probleem. We kijken naar de schepping, we zien iets van God, maar ja, dat boek is bekrast. En mijn gezichtsvermogen, ons gezichtsvermogen van nature is ook aangetast. Hoe komt dat nou? Ligt dat dan aan God? Heeft God dat verkeerd gedaan? Had hij het beter moeten doen? Ja, volgens mij moet je dan ook naar jezelf kijken, toch? Degene die de krassen maakt, dat is toch vooral de schuldige. God had de macht om het veel beter te maken. Het was ook goed, zegt de Bijbel. Maar het is kapot gegaan door ons. Onze schuld. Best wel pijnlijk eigenlijk. Door onze zonde is er ellende. En nee, je kunt niet zeggen, die ellende is er, dus dat komt door mijn zonde. Maar in zijn algemeenheid wel. En dus, als we kijken naar de schepping, dan mag ik me schuldig voelen, want ja, ik gebruik te veel van de aarde. Ik ben schuldig, want ik zoek de schepper niet genoeg. Ik volg zijn wil niet. En jongelui, het is toch zoals bij een toets. Stel dat je vrijdag een toets hebt, die wil je gaan maken, maar komende week heb je, ja, het is lekker weer. Dus ja, leuke dingen doen met vriendinnen, vrienden, gezellig. En ja, 's avonds wordt het laat, want ja, het is nog lang warm. En op donderdag denk je, nu ga ik echt studeren, maar dan komt die ene vriend langs. Dus vrijdag probeer je die toets te maken, maar ja, het wordt natuurlijk helemaal niks. Dikke onvoldoende. En vervolgens ga je op hoge poten naar de leraar toe en zegt, waarom heb ik een onvoldoende? Is uw schuld. Ja, is dat echt? Is dat waar? Nee, dan moeten we terug naar de schepper. Dan moeten we zeggen, Heer, hier is het boek, het is zo mooi, we zien dat u erin, we zien ook die krassen. En we hebben het nodig dat we dat op een goede manier zien. Wilt u ons een bril geven? De bril van de Heilige Geest. Wilt u ons leren wie u nou werkelijk bent? Dan gaan we naar het tweede punt van de preek. Ja, de schepping vertelt dat God er is. Maar de schrift vertelt wie God is. Ja, zoals je van Banksy kan zeggen, hij is er, want ik zie het aan zijn werken. Zo kun je van God zeggen, hij is er, want ik zie het aan zijn werken. Maar dan is er ook een groot verschil tussen Banksy en de Heere God. Want ja, Banksy die heeft een doel. Dat niemand weet wie die is. Ja, er zijn mensen die zeggen te weten wie hij moet zijn op basis van onderzoek. Maar Banksy wil heel graag verborgen blijven. Dat niemand zijn identiteit weet. Dat niemand precies weet wie hij is. God is gelukkig anders. God zegt, ik wil dat je ziet dat ik er ben. Maar ik wil mezelf ook veel meer aan jou openbaren. Aan u. Ik wil dat je weet wie ik ben. Ten tweede heeft hij zichzelf nog duidelijker en volkomener aan ons te kennen gegeven. Door zijn heilig en goddelijk woord. Ja, wat een wonder. Dan hebben wij krassen gezet in zijn boek. En dan zegt hij niet, nou ik doe het dicht, weg ermee. Maar dan zegt hij, daardoorheen kun je nog wel iets van mij zien, maar ik ga mijzelf nog veel beter laten zien. Gods barmhartigheid. Zijn liefde maakt dat hij zegt, ik wil mijzelf laten zien. Zodat je niet alleen zingt, het ruime hemel rond vertelt met blijde mond Gods eer en heerlijkheid. Maar dat je ook zegt, des Heren werd nogthans verspreid volmaakter glans. Nog mooier, omdat zij het hart bekeert. De schepping is als het ware als een standbeeld met de doek er nog over. Je ziet iets van de contouren. Maar in de schrift trekt God als het ware een stukje van het doek eraf.
Nog niet helemaal, want dat komt later pas, straks. Maar iets eraf, zodat je iets meer van hem ziet. God openbaart zich, hij komt tevoorschijn. Je ziet het de hele Bijbel door. Adam, waar ben je? Abraham, ik roep jou. Isaac, ik zoek je op. Jacob, dit is mijn plan voor je leven. Ja, God heeft heel veel redenen om net te doen als Banksy. Die mensen, die hoeven mij niet te kennen. Ik heb geen behoefte dat ze iets van mij weten. Geen zin in. Maar God zegt, ik zie die mensen en ik weet hoe het afloopt als ze mij niet leren kennen. En daarom openbaar ik mijzelf. En als je hem echt wil kennen, dan mag je hem kennen in de Heer Jezus Christus. In de Bijbel wordt duidelijk dat God, de schepper van hemel en aarde, naar de wereld die wij bekrast hebben, zo lief heeft dat hij zegt, mijn zoon geef ik naar deze aarde. En terwijl ik de schepper ben die van niets alles kan maken, laat ik mijn zoon tot niets worden. Mensen, ze bespotten hem. Zoveel liefde heb ik, zo graag wil ik, dat je mij kent. En een bevestiging daarvan zagen we in de doop. Daar klopt het hart van de Here. Die zegt, ik ben zo heilig en machtig, dat als ik nu hier verschijn, dan kan niemand blijven leven. Maar daarin mag je zien dat ik een kloppend hart heb. Dat ik graag wil dat je mij leert kennen. Ja, zegt Hebreeën 1, naar het God voorheen, vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had door de profeten, heeft hij in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon. Wil je God zien? Lees de Bijbel dan tot op de Heer Jezus Christus. En dan proef je zijn liefde. En dan proef je ook dat, ja, dat je moet zeggen, het is nu inderdaad niet volmaakt. Maar dat God in zijn liefde heenwerkt naar een herschepping. Naar dat alles weer nieuw wordt. Er komt een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Alles wordt compleet nieuw. Gerechtigheid woont er. Alles zal recht zijn. En daar mogen we naar onderweg. En onderweg is de vraag. Leer je hem al kennen? Ken je de schepper? Ja, geloof je dat hij er is? Maar geloof je ook dat hij jouw schepper is? Dat hij jou wil leren kennen. Wat een verantwoordelijkheid ook voor ons als doopouders, als gemeente. Wat is ons verlangen voor de kinderen? Ja, het is mooi als ze weten dat God er is. Dat ze liedjes meezingen, psalmen zingen. Prachtig. Mooi als ze bij de kerk betrokken zijn. Maar het is toch ons verlangen dat zij God leren kennen. Mag ik dan ook eens vragen aan u, aan jou. Ken je de Heer al? Heb je de geloofsbril van de Heilige Geest al opgekregen? Zodat je hem ziet. Of zoekt hij jou misschien vanmiddag? Zoekt hij u misschien vanmiddag? Adam, waar ben je? Jongeren, ouderen. Waar ben je? Ik wil zo graag dat je mij kent. Zo zeker als dat water over het hoofdje ging. Je kon het horen vallen. Zo zeker wil ik dat je mij kent. Geweldig toch? Dat we een God hebben die ons kent. En onze zondigheid en moeite. Die zegt, lees mijn woord. Daar klopt mijn hart erachter. Ja, en David had nog niet zoveel van de Bijbel als wij. Maar hij is er helemaal vol van. Is het u opgevallen? Hij gebruikt zoveel woorden om duidelijk te maken hoe machtig het woord van de Heer is. Hij gebruikt wet, getuigenis, bevelen, gebod, vrezen des Heren, bepalingen. Ja, het is begeerenswaardiger dan goud. Dan veel zuiver goud. Meer zoeter dan honing. En honing zeem uit de raad. Het zoetste wat je in die tijd had. Gods woord is kostbaar. Broeders en zusters, willen wij God leren kennen, dan mogen we dat laten zien en hoe belangrijk deze voor ons is. De Bijbel is toch ook uniek, vindt u niet? Over zoveel jaren geschreven, meer dan 1000 jaar. Meer dan 40 schrijvers. Allemaal met een verschillende insteek en toch die ene draad. Een draad van bloed. Van al die lammeren die geofferd werden. Totdat Jezus komt, die aangewezen wordt. Dat is het Lam van God. De zonde van de wereld wegneemt. Je kunt het toch van onder de indruk raken. Hoe dit boek is, met Job en Petrus
en al die andere gedeelten. En dan weet ik, lezen is misschien niet voor iedereen zo populair. Ontlezing geldt misschien ook wel bij u thuis. Een dukje gaat wel, ondertiteling oké, maar echt lezen? Ik snap dat dat lastig is. En toch zou ik u willen vragen, wilt u God echt leren kennen? Want je merkt ook bij David, toen ik een poos geleden over deze psalm preekte, toen heb ik er ook al de vinger bij gelegd. Als je kijkt in die eerste 7 versen, als David daar over God spreekt in zijn scheppingsmacht, hoe praat hij dan over God? Ja, met het woord God. Maar daar waar het vanaf vers 8 over Heren gaat, je hoort het al, over God gaat, dan gaat hij het hebben over Heren, over die God van het verbond, over die God die zich verbindt aan mensen. Ja, de schepping laat je zien dat God er is, maar via Gods woord mag je hem leren kennen als Heren. En ja, dan kom je soms mensen tegen die zeggen, nou, ja, ik heb genoeg aan dominee natuur. Ik hoef zondag niet naar de kerk. Als ik door de natuur loop, dan zie ik genoeg van God. Dan zeg ik, ja, snap ik. Dan zie je heel veel van God. Maar in de natuur kom je niet verder dan God. In de Bijbel, in de verkondiging, daar wordt God Here. De Bijbel vertelt ons over waar je vandaan komt, waar je naartoe gaat. Over leven, over dood, over de schepping, maar ook over het perspectief van de herschepping. En ja, dan is het ook waar. De schepping spreekt aan, maar de schrift spreekt soms ook wel eens tegen. Dat doet ook wel eens pijn. Ja, als je de Bijbel gaat lezen, dan proef je daar het kloppende hart van de Heer. Maar dan wordt het soms ook pijnlijk. Voor David wel. In Psalm 19 heeft hij het over afdwalingen. Over hoogmoed, overtreding. Ja, wie zou al zijn afdwalingen opmerken, zegt hij in Psalm 19. Ja, hij zegt, ik ken mijn hart. Je weet soms van die fouten die je zo doet, je kan ze zo aanwijzen. Maar in mijn hart zitten van die kronkels en dan doe ik dingen. Ja, de Bijbel, die wijst je erop. Dat doet best wel pijn. Dat laat je zien dat je zelf maar klein bent. Dan ben je inderdaad iemand die soms van die krassen zet. In Gods boek. Krassen zet op het schepsel van hem. Je kind. Of je ouders. Of iemand uit de buurt. Die een kras zet. Door slechte rentmeester te zijn. Dat doet zeer. Maar wat een wonder. Dat ook al doet het zeer. En spreek het je tegen. Dat het kloppende hart blijft. Dat God je wijst. Op die krassen die je zet. Maar dat hij ook zegt. Ik stuur je mijn zoon. Mijn geliefde zoon. Heer Jezus Christus, de schriften, getuigen van hem. Hij is de goede herder. Hij is degene die onze zonden wil vergeven. En dan zijn we onderweg. Onderweg naar een toekomst vol van hoop. We kijken nu nog door een spiegel in een raadsel. Ja, dan mag je Romee en dan mag je Jesse erop wijzen. Zie je, er zie je iets van God in. In de Bijbel leren we de Heer Jezus kennen. Het is allemaal nog beperkt. Beperkte ouders, beperkte kinderen, beperkte gemeente om je heen, beperkte wereld. Maar een goede, volmaakte God. Als je bij hem aanklopt, dan vind je gehoor. Maar het laat ons ook zien waar onze prioriteit mag liggen. Vinden wij het ook belangrijk dat onze kinderen God leren kennen? En misschien vind je lezen lastig. Misschien heeft het niet altijd je prioriteit om naar de kerk te komen. Maar ik zou eigenlijk willen zeggen vanmiddag, als God de schepper zegt, ik geef je het boek van de natuur, dan zie je dat ik er ben. Lees het. Maar God zegt ook, ik geef je dit boek. Lees het. En die opa die vroeg het, na een paar weken. Heb je het al gelezen? Die opa vroeg het na een paar maanden. Heb je het boek al gelezen? Nee. Hoe voelt dat voor die opa? Ondankbaar toch? Als je echt graag wil dat je kind, kleinkind dat leest. En als kleinkind denk je, nou heb ik geen zin in hoor. Dat is toch een beetje ondankbaar. Laat dan maar u zien hoe dankbaar u bent. Als God u vanmiddag erop wijst dat u 2 boeken geeft. Lees die 2 boeken. Vindt u het zelf lastig om te lezen? Kom zeker naar de kerk om uitleg te krijgen. Om te zien wat de boodschap van de Heer is. Want wij willen hem toch allemaal leren kennen.
Tot slot. De Nederlandse geloofsbelijdenis die wijst dus op twee boeken. De schepping en de schrift. Maar eigenlijk vind ik dat voor vanmiddag nog te weinig. Volgens mij moet er nog een boek of een paar honderd boeken bij. Waarom? Nou, dat zijn we zelf. In 2 Korinthe 3 vers 3 staat... Het is immers openbaar geworden dat u een brief van Christus bent. Geschreven niet met inkt, maar door de geest van de levende God. Niet op stenen tafelen, maar op tafelen van vlees van de harten. Ja, ik zou eigenlijk willen zeggen... Kijk naar het boek van de natuur. Lees het boek van de schrift. Maar wees zelf ook een boek. Als mensen het boek van de natuur alleen maar bekijken, wees dan zelf een boek wat te lezen is. Wees maar een brief. Jullie als doopouders, als familie eromheen, als gemeente, zullen we ernaar staan in onze houding. Soms ook als je als ouders denkt, waarom heb ik minder grip op mijn kinderen? Dat je weet, maar wacht, er is een andere volwassene in de gemeente. Die staat op hetzelfde fundament als ik. Heeft ook die liefde voor de Heer en wil dat mijn kind de Heer leert kennen. Dat je dat samen doet. Laten we brieven zijn. Zodat als je het boek van de natuur leest, als je het boek van de schrift op je in laat werken, als je de levensboeken van mensen leest, dat je dan zegt, ja dan zingt mijn ziel tot u, o Heer mijn God. Hoe groot zijt gij. Amen.
Zullen we samen danken en bidden. Heere, wat bent u groot. Wat bent u wonderlijk. We danken u, Heere, dat u in de schepping laat zien dat u er bent. En Heere, dan zijn er krassen gekomen in dat boek van u. En wij beseffen, Heere, dat heel veel van die krassen komen door ons. Wij zetten krassen op schepselen van u. Uw schepping. Vergeef het ons, Heere. Dat waarin we dingen kapot maken. In mensen. In de natuur. In deze wereld. Heere grote God. We vragen u daar vergeving voor. Maar we danken u dat daar dwars doorheen ook te zien is dat u er bent. En dat u niet alleen maar laat merken dat u er bent. Maar dat u zich ook laat kennen. Dat we dat mogen lezen in uw woord. Dat we dat mogen merken. In de sacramenten van doop en avondmaal. Dat u met uw geest wilt werken. Dat is toch ook zichtbaar in het feit dat we deze dienst zo met elkaar mochten ontvangen uit uw hand. Grote God, wilt u ons helpen om die boeken die u ons geeft te lezen. Geef ons gezichtsvermogen. Als we het niet zien. Help ons, Heere, als ze misschien worstelen met vragen over uw bestaan. Ze twijfelen erover. Bepaalde theorieën en de wetenschap lastig vinden. Wilt u ons dan leiden, Heer, in onze gedachten. Help ons, Heer, om uw woord te lezen. Om er naar te luisteren. Als we misschien een slechte gezichtsvermogen hebben. Of als ons bevattingsvermogen niet zo groot is. Of als we dyslectisch zijn. Heer, u weet dat we soms ook lastig ons kunnen concentreren. Wilt u ons dan helpen, Heer, om te bekeren waar nodig. Maar ook als onze vermogens maar beperkt zijn, Heere, laat het goede dan bij ons binnenkomen. Leer ons u kennen. U, Heer Jezus Christus, de schriften getuigen toch van u, Heere. Leer ons om uw boeken niet alleen te bekijken, maar om ze te lezen. En geef dan, Heere, dat wij, als doopouders, als kerkenraad, als gemeente, dat wij te lezen zijn. Dat er iets te zien is. Op te merken is van uw werk in onze levens. Verlicht daarom ons verstand. Open ons hart. En zegen ons, Heer, ook als we de week weer ingaan. Zegent u zij die in het onderwijs werken. Zegent u ze als ze ook een opening mogen doen. Ze mogen laten zien. Mogen vertellen. Geef ze wijsheid, Heer. Zegen ze daarin. Ieder die een taak heeft in het overdragen van kennis van u. Ook in onze gemeente. Cursusheren, christelijk geloof ontdekken. Catechese die binnenkort weer gaat beginnen. Clubs, verenigingen. Heren voor jong en oud. En vraag u, Heren, wilt u er zelf voor zorgen dat mensen u leren kennen? Ook in de poster en op andere plaatsen. Heren, wij bidden u ook om arbeiders in uw koninkrijk. U heeft zelf toch gezegd dat de velden wit zijn om te oogsten. Dat we mogen bidden om arbeiders. Nou, Heren, hier zijn we. We vragen nu om arbeiders te roepen, te zenden, bekwaam te maken, om deze wereld bekend te maken. Dat u er bent en wie u bent. Opdat, als u terugkomt, of als we voor u moeten verschijnen, dat niemand van ons hoeft te schrikken. Maar dat we dan ons mogen verheugen, verlost van onze zonden, van alle krassen. U mogen zien van aangezicht tot aangezicht. Machtige Heren, wilt u dat geven? En ons wijsheid geven in dingen waar we naar zoeken. Help ons, zegent u onze gemeente. Zegent u ons kerkverband met alles wat er speelt. We vragen uw zegen voor de politiek. Alles wat daar aan de gang is. Alle meningen. We vragen u, Heren, verheerlijk zelf uw naam. En leid ons. En gebruik ons als leesbare brieven van u. Laat ook komende week de woorden van onze monden. En de overdenkingen van onze harten. Welgevallig zijn voor uw aangezicht, Heere, onze rots en onze verlosser, om Christus wil. Amen. U mag uw gaven geven in de dienst van de Heere en daarna zingen we onze slotzang staande, Psalm 149, het eerste vers.
Na de zegen zullen de doopouders nog meegaan naar de consistorie. Daar sluiten we af en daarna zullen ze hier voor de preekstoel hun plaats innemen. En bent u in de gelegenheid om hen de hand te geven en Gods zegen toe te wensen. Ontvang nu biddend de zegen van de Heere. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.